maagd en leeuw. Ik ga beginnen met leeuw. Welkom bij je individuele reading met Annemiek Nu. Anna met twee A's. Mijn naam zie je hier beneden ook wel staan. Overal zie je die naam staan. Ik ga een bordje ophouden als ik toe ben aan maagd. Als de leeuwen allemaal weggerend zijn. Maar ik ga dus beginnen met leeuw. Oké, waar is mijn tarotset? Hier. Hi, leeuw. Komende twee weken. Voor de komende twee weken. Voor leeuw. Ik heb echt de leeuwen gezien. Ja, één mannetje en ik geloof vier vrouwtjes. In Burgers Zoo. Keizerin. Mooi, altijd fijn. Ja. En de Pentakel 7. Voor diegenen die al tarot kennen. Voel je me aankomen. En nog een 7. Kelk 7. Oh, Ace of Cups. Oh, en de Chariot. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ik wil nog een kaart. Wacht even hoor. Ik ga ze zo meteen allemaal voor je ophouden. Maar ik voel een heel mooi sluitend verhaal hierbij, hierin, hierdoor. En wil ik even bevestigd hebben. de Animal Oracles. De Animal Spirit. Spirit Animal Oracle. Maak er maar het mooiste van. Geeft jou de beer. De kracht van de beer. En dat is ook wat je gaat voelen. Mooie, lieve, prachtige leeuw. Dat is ook wat je gaat voelen. Een beer gaat over ondersteuning. Over bescherming. Jij gaat dat voelen. Komende twee weken ga je gedragen voelen. Ga je gedragen voelen. Er is iets wat snel gaat gebeuren. Maar voordat het echt helemaal gaat gebeuren. De zegenwagen. Voordat het echt helemaal gaat gebeuren. Dat duurt nog heel eventjes. Maar niet lang meer. Want alles is al wel aanwezig in deze kaart zoals je ziet. Maar de sfinxen zijn nog niet aangeteugeld. Hoe zeg je dat? Aangelijnd aan de waag. Dus er mist nog een kleine connectie. Misschien is deze reading het. Misschien gaat deze reading jou dat geven. Er is nog een kleine connectie wat ontbreekt. Maar je gaat absoluut op weg naar kaart nummer 8. Naar de overwinning. En deze kaart gaat überhaupt ook al over de overwinning. En ik hou de kelk van 7 erbij. Waarom weet ik nog niet. er gaat iets met frisse kracht gebeuren. Er is iets wat fris is. Je gaat opnieuw de keuze maken voor wat je werkelijk wil. Of je blijft bevestigen wat voor keuze je wil. Heel bizar. Dat haal ik uit de sfinxen. Die hebben van die streepjes. Dus elke keer weer opnieuw. In welke situatie. In welke bui je ook bent. Met welke mensen je ook praat. Je blijft. Je zou kunnen zeggen gericht op je wens. Je blijft gericht op je wens. Super goede nieuws. Maar oké, dat verklapte de beer natuurlijk eigenlijk ook wel. Is dat je zou kunnen zeggen je wordt gesteund. Door dat wat je zelf al in je droom gestopt hebt. Je hebt het goed opgezet. Je hebt je goed voorbereid. Misschien moet je wel een lezing geven aan iemand, aan een groep mensen. En je hebt je goed voorbereid. En alles wat er eigenlijk nog voor nodig is, is eventjes deze bevestiging dat je het allemaal weet. De voorbereiding is echt fantastisch. Ik wil zo meteen nog even terugkomen op die verbinding. Waarom zijn die sfinxen nog niet aangelijnd? Waarom zit de benzine nog niet in de auto, in de zegenwagen? Je hebt goed ingezet. Je hebt goed ingezet. Leo, je hebt goed ingezet. Wees niet bang. Je had geen andere weg moeten kiezen, hoeven kiezen. Niet andere personen om je heen hoeven te hebben. Je had geen andere roeping of
hoe zeg je dat, beroep moeten hebben. Ik weet niet waarom ik dit allemaal zeg, maar jullie zullen het begrijpen. Je hebt goed ingezet. Ik moet het nog een keer zeggen. Voel de blijdschap daar eens van. Geef jezelf eens een schouderklopje aan beide kanten. Fantastisch ingezet. Je hebt hard gewerkt. Hard met een D of hard met een T. Je hebt hard gewerkt om jouw droom verwezenlijk te krijgen. Nu is het tijd dat het dus stabiel gaat worden. Dus elke keer dat jij het hebt over jouw wens, ga dan niet meer met jezelf of met anderen of dat je erover schrijft in je dagboek. Ga niet meer zeggen, ja, of zou dat niet beter zijn voor mij of voor de betrokkenen? Of ga niet meer twijfelen. Ga niet meer denken, ik moet voor iets anders kiezen of ik moet een bepaald detail anders invullen. Nogmaals, je hebt goed ingezet. Je hebt de juiste keuzes gemaakt. Je hebt gekozen voor de juiste methode. Voor de juiste literatuur. Weet ik veel wat. Misschien gaat dit over een geliefde. Er gaat een nieuw iemand komen. Er gaat een nieuw iemand komen. Een nieuw iemand. Mocht je al aan het daten zijn met iemand. Er gaat een nieuw iemand komen. Dit is niet de nieuwe iemand. Er gaat een nieuw iemand. Ik moet het nog een keer zeggen. Er gaat een nieuw iemand komen. En de reden daarvoor is precies hetzelfde. Jij weet ondertussen wat je wil. Weet je, in de eerste 30, misschien ook nog wel 40 jaar van ons leven, maken we allemaal dingen mee. En daardoor weten we heel erg goed wat we niet meer willen. We willen ons niet meer eenzaam voelen, hulpeloos, machteloos, vernederd worden, pijn, kwets, whatever. We weten heel goed wat we niet willen. Langzaam maar zeker beginnen we in te zien wat we wel willen. En dat wil ik dat je dat alleen nog maar deelt met mensen. Dat je neerzet wat je wil. Wat jouw verlangens zijn. Wat jouw wensen zijn. Wat jouw doel en jouw droom is. Want één grote droom van jou. En ik zeg groot omdat de keizerin er ligt. En een beer. Weet je wel hoe groot beren zijn? Beren groot. Hele huizen worden op steunberen gebouwd. Right? Je hebt goed ingezet. Je hebt goed ingezet. Maar je moet ermee door blijven gaan. Op een positieve manier. Nu denk je, oh Annemie, dit heb ik al zo vaak gehoord. En dat weet ik wel en dat doe ik ook. Nee, dat doe je niet. Want jij twijfelt soms nog steeds. Of stel je voor, je wil een nieuwe auto gaan kopen. En je hebt het geld ervoor. En je weet het merk ook al. Maar je zit te twijfelen over de kleur. Of moet ik nou wel of niet andere velgen aanschaffen dan de standaard velgen? Of wil ik een geluidsinstallatie ingebouwd hebben of niet? Jij weet wat je wil. Dus ga er niet meer over twijfelen. En misschien kan je het niet neerzetten omdat je portemonnee niet groot genoeg is om ook die installatie te willen hebben. En. Maar blijf aan die droom vasthouden. Snap je het? Blijf aan je droom vasthouden. Misschien dat je dus niet elk aspect van die droom gaat krijgen. Maar als jij blijft zeggen van, ah, zo belangrijk is zo'n goede muziekinstallatie in de auto ook eigenlijk niet. Ik zou hem wel willen, maar het is niet echt belangrijk. Dan ga jij dus niet volledig voor je wens. Dan zet jij dus niet volledig goed in. Terwijl het heel snel tot je kan komen. Twijfel niet meer. Twijfel niet meer. Zeg wat je wil. Je weet. Oh man. Vrouw. Je weet wat je wil. Je weet wat je wil. En de overvloed die je van binnen voelt, die mag naar buiten komen. En voor diegene die zit te twijfelen omdat die denkt, ik ben egoïstisch als ik dat doe. Jij zorgt wel voor anderen. Jij houdt anderen wel in de picture. Je bent geen egoïstische troela, trut. Bitch, wijf. Dat ben je niet.
En misschien ben je dat ook wel. Maar niet met betrekking tot deze droom. Met betrekking tot deze droom gaat dat niet groter worden. Weet je, je bent iemand die zeer krachtig is. Of in elk geval dus met betrekking tot deze droom. Je kan het met kracht neerzetten en lief. Je doet er niemand pijn mee. Je doet er echt helemaal niemand pijn mee. Mocht het niet gaan om een relatie die je wil. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Wacht even hoor. Oh, hier heb ik ze. Nee, ik ga mijn eigen dek erbij pakken. Mocht Kelke Aas. Mocht jouw droom niet een nieuwe relatie zijn. Of iets binnen, een verandering binnen je relatie zijn. Waar gaat dan de Kelken Aas over? Een Kelken Aas kan over zo ontzettend veel dingen gaan. Je hebt relaties gehad. Of misschien ben je wel getrouwd met je jeugdliefde. Maar je weet in elk geval dat je ruzietjes kan hebben binnen relaties. Dat er ruzietjes geweest zijn. Oneenigheden, misschien wel waanzinnige, agressieve schreeuwpartijen. Misschien zelfs wel fysiek geweld. Dat je dat gekend hebt. Dat heb je gehad. De ontbrekende schakel, weet je nog? Die verbinding, waarom gaat die zegenwagen nog niet ervandoor? Waarom zijn die sfinxen nog niet aangelijnd? Is omdat het heeft te maken met die ruzietjes die je hebt gehad. Ik denk niet dat het erom in zit dat je om die ander moet geven. Wat wel belangrijk is, is dat je open bent. Dat je emotioneel eerlijk bent. Dat betekent dus dat je alsnog gaat zeggen hoe jij je gevoeld hebt. Al was dat iets akeligs. Ik was jaloers, daarom heb ik dat gedaan. Of ik ben boos op je. En ik weet dat dat niet mag zijn. Want het is iets wat al 20 jaar geleden is gebeurd. Misschien is je man vreemd gegaan. Maar ik wantrouw je eigenlijk nog steeds. Ik vind seks met jou sindsdien nog steeds niet fijn. Wees open en eerlijk naar een ander. Als dit gaat over een ander. Betekent ook open en eerlijk zijn over het neerzetten van die droom. Als iemand dus zegt van, jee, wat overdreven. Nu heb je geld om een nieuwe auto te kopen. En dan wil je er ook nog een muziekinstallatie hebben. Je hebt net een nieuwe muziekinstallatie voor in je huis gekocht. Of voor in je atelier. Of voor in je staakcaravan, vakantiehuis, weet ik veel wat. Ja? En? Je irriteert me als je dat zegt. Want waarom zou ik dat niet verdienen? Ik heb het geld ervoor of ik heb die wens. Ik mag die wens toch gewoon hebben. Waarom sta je niet achter mij? Ik voel me gekleineerd door je. Ik krijg de indruk dat je jaloers bent en dat maakt me boos. Want wat maakt het nou uit dat ik een bepaalde wens heb? Ik doe jou daar toch helemaal niet tekort mee? Uit jezelf. Ja, maar wees wel eerlijk dus daarover. Ga dus niet zeggen, je hebt gelijk. Die muziekinstallatie hoeft eigenlijk ook niet. En ik zweer het je, dit geldt voor iedereen die hier kijkt. Jullie gaan allemaal een toontje lager gaan zingen met betrekking tot jouw wens. Ik kan al die kaarten wel ophouden, ze gaan er allemaal over. Maar doe het niet. Want die wens, die droom, die gaat uitkomen. En als die verbinding eenmaal gemaakt is, ik ben er nog steeds mee bezig om het uit te leggen, dus klik nog niet weg. Dan ga je er als een zegenwagen vandoor. Dan gaat het ook heel erg snel gebeuren. Wat er nog moet gebeuren, dus met betrekking tot die ruzie of hoe je erover praat naar andere mensen toe, is zelfvergeving. Vergeef jezelf. Want als jij boos bent op jezelf, als jij vindt dat jij het anders had moeten doen, als jij dat ene kleine aspect van die keer dat jij mishandeld werd, maar als jij kon zien dat je hem eigenlijk getergd had,
Of dat je wist dat je bij hem weg moest gaan, maar dat je toch gebleven was. In de hoop dat hij wel ineens van je zou houden en je goed zou behandelen. En toen is het gebeurd, toen is het erger gebeurd of toen is het weer gebeurd. Het is niet dat het jouw schuld is, maar zo denken we wel. Dat doet het ego. Het ego maakt dat jij je rot gaat voelen. Het vindt het ego verrukkelijk als jij je rot voelt. Jij pakt het op als schuldgevoel, maar het is verantwoordelijkheid. Jij hebt niet de verantwoordelijkheid, jouw stukje verantwoordelijkheid, nogmaals. Als hij dit heeft gedaan, of zij, dit heeft gedaan, en jouw aandeel is slechts dit, jij moet met dit stukje, die verbinding, dat die sfinxen gaan lopen voor jou, die mythische dieren die voor wonderen kunnen zorgen in jouw leven gaan wandelen, zal je dat kleine stukje naar boven moeten zien te krijgen. Waar geef jij jezelf de schuld van waar het binnen relaties niet lekker ging? Ik ga nu iets heel groots zeggen, oké? Ik moet ervan slikken, want dit geldt ook voor mijzelf. Als je vroeger verkracht bent, of seksueel misbruikt, of op welke manier dan ook, en dat kan gelden, dat kan zelfs betekenen seksuele grapjes, seksuele seksistische opmerkingen naar je toe, dat die jou enorm geraakt hebben. Misschien als klein kind dat je porno hebt gezien, dat je daar kapot van geschrokken bent. En terecht. By the way. Dat als jij misbruikt bent, als jij seksuele pijn hebt opgelopen, er is dit stukje, lieverd. Dit stukje wat jouw aandeel is. Waarom ben je met die persoon meegegaan? Waarom ben je die kamer ingelopen waar die tv aan stond? Want je wist eigenlijk al die sfeer die daar hing. Het was al niet oké. Je wist dat daar iets niet klopte. Waarom ben je naar binnen gegaan? Waarom ben je met die man meegelopen? Waarom ben je naar buiten gegaan terwijl je binnen veilig was? Waarom ben je met hem getrouwd terwijl je wist dat hij je toch niet ging geven wat je nodig hebt? Zo'n klein stukje. Maar zolang jij dat stukje niet naar boven kan krijgen wat jij denkt. Wat jij denkt, hè. Wat jouw aandeel is. En er is niks wat je had kunnen doen dat dit. Dat hij jou dit heeft aangedaan. Het is nooit terecht dat je verkracht wordt. Of dat je mishandeld wordt fysiek. Of op welke manier dan ook. Dat is nooit terecht. Al sta je helemaal zo voor een man. Het betekent nog niet dat hij jou mag aanraken als jij dat niet wil. Maar zo zijn wij niet opgevoed. Wij zijn opgevoed in een seksistische, deels nog seksistische maatschappij. Die de schuld aan vrouwen wil geven. Want dat is lekker makkelijk. Omdat mannen zich giga schuldig voelen. Schuiven ze het naar buiten. Schuiven ze het naar vrouwen toe. En wij pakken dat wel op. Aan. Wij pakken dat aan. En dat schuldgevoel zorgt ervoor dat je jezelf wil blijven straffen. En als jij jezelf, luister goed, als jij jezelf wil blijven straffen, dan gaan dus jouw dromen niet neergezet worden. Want dat gun je jezelf ergens niet. Dan kan je elke dag affirmeren, ik gun het mezelf, ik verdien het, ik gun het mezelf, ik verdien. En misschien meen je het ook nog vanuit de zelfverzekerdheid die je echt wel door keihard werken verkregen hebt. Maar zolang dat kleine stukje pijn niet is opgeruimd, middels zelfvergeving, gaat je droom niet neergezet worden. Of het doel gaat niet behaald worden. Kelke aas, vergeef jezelf. Vergeef jezelf. Ik ga hier achteraan de videoclip posten van zelfvergeving. Dus een stukje van 8 minuten. Bekijk hem 10 keer per dag, bij wijze van spreken. Want je moet hem eigenlijk 100 keer kijken. Ga maar kijken, ga maar merken. En dat als je het een maand hebt gedaan, als je een maand dagelijks aan zelfvergeving hebt gedaan. En dan neem je uiteraard vanzelf ook de dader mee, de agressor, de verkrachter. De pestkoppen. Dan ga je merken dat je gedragen voelt.
Het is zo fantastisch om te vergeven. Het is de snelste manier. Je hoeft er geen zin in te hebben. Je hoeft het niet te voelen. Je hoeft er niet eens in te geloven. Vergeef het, maar wel op de juiste manier. Ware vergiffenis. Die staat goed uitgelegd in die videoclip. Leo, ik raad je aan om de videoclip deze ook nog een keertje te bekijken. Heel mooi, heel diep. Heel veel liefs. Maagd. Ik ruim de kaarten even op. Dat was een pittige reading voor Leeuw. Als je ascendant Leeuw hebt, of Venus in Leeuw, of Maan in Leeuw, of Zon in Leeuw, ga dan Leeuw ook kijken. Of als je een kind hebt die Leeuw is en je vraagt je af, waarom lukt het toch niet? Waarom lukt haar of hem toch niet om iets, om datgene gedaan te krijgen, om dat geluk voor zichzelf te creëren. Het is een pittige reading, maar hij is prachtig. Hij is prachtig. Al zeg ik het zelf. En ik zei het ook zelf, want het is mijn reading. Mijn naam is Anna Miek Nu. Anna met twee A's. Nu en U. Dat is dus ook de naam van mijn website. Hieronder zie je hem ook staan. Komende 2 weken. Spannend. Ik heb al 2 kaarten. Ik ga ze stiekem bekijken. Actie! Actie. Ik wil meer kaarten hebben. Meer kaarten. Meer actie. Oh! 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 Nee, nog een kaart. Ik heb 2 kaarten over staven. Staven gaan over vuur, hè. Staven gaan over... over beweging, over ambitie, over iets voor elkaar willen krijgen, over energie, beweging, actie. En ik heb 2 kaarten zwaarden. Zwaarden gaan over mentaliteit, over gedachten, over ideeën, over intelligentie, over nieuwsgierigheid kan ook. Lucht hoort daarbij en bij staven hoort vuur. Maagd is een aardeteken. Het voelt voor mij eigenlijk dat jij in het midden staat. Ik zit maar steeds te schudden voor een... ik zat nu weer opnieuw. Te schudden voor nog een kaart daartussen. Ik zoek een schakel daartussen. Alsof ik... Ja. Maagd. Grote keuze voor jou. Komende 2 weken. Ik denk dat je heel subtiel weer opnieuw aan deze videoclip of dit thema herinnerd gaat worden. Dus misschien is het handig om in je agenda te schrijven over 1 week en over 2 weken deze videoclip weer te bekijken. Wanneer je hem ook kijkt, al is het april 2033. Dat wat dus in het midden staat van... Staven 9 en page 9. En aan de ene kant. En zwaarde 10 en zwaarde 4 aan de andere kant. Is het uitgangspunt van pentakels 5. Pentakels 10 is het dubbele van deze kaart. Is het einde waar je uiteindelijk dan naartoe reist. Is dat je alles wil hebben. En het is ook mogelijk. Ik doe ook van de rest van de kaart af. Maar in principe heeft Pentakels 10 de potentie dat je alles wil, alles krijgt. Hier zit je nog te twijfelen eigenlijk op een onbewust niveau. Of je wel werkelijk het goede zou willen voor jezelf. Het geluk. Die prachtige relatie. Dat mooie huis, die fantastische baan, die bevredigende carrière, bevredigende seks.
Maar er is iets bij jou, iets in jou, onbewust, gaan we het nu over hebben, wat jou tegenhoudt om volledig uit de kou te willen komen. Dit is, zou je kunnen zeggen, de basis van deze reading en de basis van een mentaliteit die nog in jou zit. Let op mijn woorden, ik zei nog in je zit. Dus er is een goede kans dat die gaat en dat duiden de zwaardekaarten ook al aan. Oké, gaan we nu eerst naar staven 9 en page 9. Je hebt veel meegemaakt in je leven. Staven 9. Je hebt veel meegemaakt in je leven en sommige dingen zijn pijn blijven doen. Maar zoals ik al zei, staven gaan over actie. En de page van staven gaat daar ook over. Maar niet op een ingewikkelde manier. Het gaat over eenvoud, zou je kunnen zeggen. Het gaat over iets over praktisch zijn. Nou, maagd kan dat wel. Maagd is immers een aardeteken. Maar het gaat er wel om dat je actie onderneemt. Kijk, deze page, deze schildknaap is duidelijk op weg. Ja, loopt weg uit de kaart, zou je kunnen zeggen. Ik heb even de ventilator nodig. Zoals ik de kaarten zo vasthoud, de page van staven wil ook weglopen van situaties met mensen die niet lekker zijn verlopen. Maar in plaats van eindeloze discussies aan te gaan, weer opnieuw gaan praten met diegene, is het veel beter om eenvoudig voor iets praktisch te kiezen en te zeggen, ik wil jullie nooit meer zien. Punt. Niet van, hey, moet je eens luisteren, misschien ga je dit bericht niet leuk vinden, maar ik zie dat elke discussie, elk gesprek dat we hebben, dat het toch op niks afloopt. Nee, houd eenvoudig. Wat is jouw wens? Hou je daaraan vast. En wat heb je daarvoor nodig? Om niet meer bij die mensen te zijn. Of niet meer steeds aan die pijn herinnerd te worden. Je hoeft niet steeds aan die pijn herinnerd te worden. Weet je, een heleboel van jullie zijn, ik was ook zo, hard naar zichzelf toe. Ik kom die mensen tegen omdat ik nog lessen te leren heb. Soms is een les klaar. En nu ga ik naar de zwaardekant. Er is een deel van jou dat vast wil blijven houden aan de kennis. Zie mij eens wijs zijn. Zie mij spiritueel bezig zijn. Ik weet dat er lessen zijn te leren in dit leven. En dat weiger je los te laten. Terwijl die les gewoon al klaar is. Je mag dat patroon doorbreken. Die kou, daar mag je uit. Je mag een goed doorvoede vrouw zijn. Betekent ook niet dat je dus dik moet gaan worden en zo. Maar kijk eens wat zij op haar rug heeft. Overvloed. Overvloed. Ze draagt gewoon alles wat ze maar zou willen hebben met zich mee. Pentakels 10. Zij is op weg naar Pentakels 10. Jij blijft dan nog met mensen in de pijn zitten. Staven 9, de pijn die maar door blijft gaan. En er is een stuk in jou, nogmaals, onbewust, misschien ondertussen niet meer, maar wat daarin wil blijven zitten. Er is een deel van jou dat in de shit wil blijven zitten, in die kou wil blijven zitten, in de pijn wil blijven zitten, in de angst wil blijven zitten. In plaats van dat je de mogelijkheid ziet, maar dit is echt, dat je de mogelijkheid ziet dat je er een einde aan kan maken. Je hoeft je niet meer te focussen op de kou. Je mag je focussen op de overvloed. Loop weg. En dat kan betekenen dat je letterlijk weg moet lopen uit situaties waar jij niet happy van wordt. Een baan. Een buurt. Een relatie. Een vriendschap, een vereniging, een functie. Misschien ben je voorzitter van een of andere club.
Als daar mensen zijn die jou alleen maar triggeren, je hoeft er niet bij te zijn, lieverd. Je hebt er niks meer te zoeken. Echt niet. Als je die beweging hebt gemaakt en daar weg bent gegaan bij die mensen, uit die situatie bent weggegaan, uit die functie bent gestapt. Misschien de functie van moeder. Misschien zijn je kinderen volwassen en is het dus tijd dat je ze werkelijk loslaat. Maar op een eenvoudige manier. Hé, jullie zijn oud genoeg. Ik wil mijn eigen leven nu hebben. Jullie zijn het huis uit. Ik heb nu de kans om mijn eigen leven te hebben. Ik wil jullie voorlopig niet meer zien. Of ik wil jullie maar één keer in de 2 maanden zien. Ik wil mijn eigen leven kunnen leiden. Jullie bemoeien je veel te veel met mij. Dat is eigenlijk al te veel die zin. Houd eenvoudig. Wees praktisch. Ik wil jullie niet meer zien. Eens in de 2 maanden spreken we met z'n allen af. Of spreek ik met jou af. Eens in 2 maanden met jou. En eens in 2 maanden met jou. En eens in 2 maanden met jou. En eens in 2 maanden met jou. Als je 5 kinderen hebt. Eerst die beweging. En daarna rust. Rust. Zwaarde 4. Maar rust als... vertrouwen. Rust in vertrouwen. Dat alles wat je al gedaan hebt is goed. Dit gaat echt om een houding van jou. Waardoor jij in de kou blijft zitten. Je mag eruit. Je mag eruit. Lieverd, je mag eruit. Je hoeft die pijn niet. Je hoeft niet keer op keer in elkaar geslagen te worden. Je gaat daar niks meer van leren. Niks meer. Je mag eruit. Loop weg. En daarna is er rust. Daarna is er vertrouwen. Weet je, dit is zwaarden 10. Zwaarden 9, die zegt eigenlijk, ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar ik heb die zwaarden 10. Dit hele proces, dit hele traject wat je afgelegd hebt. En daar heb je 40, 50, 60, 70 jaar over gedaan, hè. Je mag het echt beëindigen. Het mag voltooid worden. Ik zit steeds deze beweging te maken. Rond. 10 gaat over voltooiing. Getal 10. De mentaliteit mag veranderen. Pak het dan dus ook op. Lieverd, pak het op. Ga die gedachten. Ga er alert op zijn. Dat als je merkt dat je weer in de kou. Weer koud aan het denken bent, dus aan het mopperen bent bijvoorbeeld over je huidige situatie of over een persoon, ga vergeven. Zie de clip zelfvergeving. En aan de andere, ga weg. Ga weg uit die rotzie. Je mag gewoon weg. Je mag weg. Blijf niet meer aan de kou vastzitten. Ga een nieuw leven, een nieuw innerlijk leven beginnen. En je uiterlijke leven zal zich daarnaar voegen. Prachtige readingen. Allebei trouwens. Van Leeuw en van Maagd. En misschien moet je het nog een keertje beluisteren. Er zitten meerdere lagen in. Meerdere niveaus. Ja. Er zit heel veel kracht achter. Ja. Er kunnen grote transformaties plaatsvinden. Dag lieverd. Tot de volgende keer.